Schorpioentjes onder ons. Dit wordt jullie reading voor mei 2023. Op het moment dat je hier op deze video terechtkomt. Algemene reading. Voel zelf even of iets resoneert, of je ergens iets mee kunt. En zo niet. Dan laat je het voor wat het is. Wat mag ik meegeven aan de schorpioenen voor deze maand? Drie kaarten ga ik trekken voor jou. Voor de schorpioen. Wow. Hele mooie. Oh, twee. Oh. Ik ga ze alle... Er zijn er drie uitgekomen. Het leek één kaart. Maar ik ga ze alle drie gebruiken. Voor jou. Interessante kaarten. Nog uit dit deck één kaart. Past ook wel bij jullie energie, hè? Mysterieuze energie. Oké, en dan nog eentje uit het engelendek. Voor de schorpioen. Het is een nieuw deck, dus het glijdt allemaal niet lekker. Yes, dankjewel. Eens even kijken wat hier allemaal voor jou uitkomt. Oordeel. Hoe komt hij uit? Ego. Overvloed. Controle loslaten. En de engelenkaart is nummer 3 van water. Er wordt iets gevierd. Die behoefte om meer plezier te hebben. Een bruiloft, een slagen of een geboorte. Er wordt iets gevierd. Nou, ik denk dat dit gevierd wordt. Ik denk dat dat hiermee te maken heeft. Maar laten we eens even kijken wat er gezegd mag worden. Schorpioenen. Ik ga met deze twee kaarten beginnen. Jij hebt, ik weet niet of je die behoefte al voelt zelf, of dat jij nog echt heel erg in die controlemodus zit, maar wat ik voel bij deze kaarten, bij deze energie, is dat als jij heel erg in je ego, want natuurlijk... Als je controle wilt hebben, dan zit je altijd, dan denk je altijd vanuit het ego. Dan ben je altijd met je rationele denken aan het denken. En ik weet dat jij ook iemand bent die, jij wilt heel graag altijd feiten, je wilt achter de waarheid komen. Maar jouw kracht ligt juist als jij meer naar jouw innerlijke wijsheid gaat. Naar jouw intuïtie die alles doorkrijgt. Alle antwoorden, alle stappen die je mag zetten of de beslissingen die je mag nemen, de keuzes die je mag maken, die controledrang en dan vooral ook als het om geld gaat. Overvloed kan alles zijn, maar in dit geval voor jou is geld iets wat jou een controlegevoel geeft, een gevoel van veiligheid, maar jij houdt dat juist tegen die stroom, die wel hier ligt voor jou, duidelijk, dat staat hier ook. Er wordt iets gevierd en je hebt de behoefte om meer plezier te hebben. Laat dat ook toe. Ik denk dat je misschien soms het gevoel ook hebt van,
oh, als dat zou kunnen, of wat zou ik blij zijn als ik dit of dat voor elkaar kreeg, of als dit op mijn pad kwam. Dat kan allemaal wat jij fantaseert of waar jij over droomt. Dat kan naar jou toe komen, maar alleen als jij die controle loslaat. En die controle hoort bij je ego. En dat is dus alles inderdaad wat jou een gevoel geeft van, een bepaalde druk geeft. Van, dit risico kan ik niet lopen. Of ik wil iets doen, maar als ik dat doe, dan loop ik het risico om dit of dit of dat. Allemaal gedachten die vanuit het ego komen, die houden jou tegen. In juist dat plezier maken, het lichtere, het genieten. Maar ook, het is tijd voor jou dat jij next level gaat. Dat jij echt een stap gaat zetten in uit je ego en meer naar jouw innerlijke wijsheid toe gaat. Deze kaart namelijk ook, oordeel. Oordelen komen natuurlijk ook altijd vanuit het ego. Ik voel dat jij jezelf enorm tegenhoudt, of misschien niet jezelf, maar het universum om jouw dingen te sturen. De overvloed die er voor jou ligt, die kan niet naar jou toe komen als jij op die manier blijft denken. Het belangrijkste voor jou op dit moment is dat jij dat denken gaat veranderen. Dat jij van het rationele, het ego-denken, meer naar jouw innerlijke wijsheid toe gaat. Naar de rust toe gaat. Daar ligt ook het vertrouwen. Maar zolang jij controle wilt blijven houden over, er is iets waar jij ook druk bij voelt, waar jij het gevoel bij hebt van, ik moet dit voor elkaar krijgen, ik moet hiervoor zorgen, ik moet dit, dit is mijn verantwoordelijkheid, ik moet dit. Maar dat zijn heel veel dingen die niet eens met jou te maken hebben. En die controle, probeer die steeds meer los te laten. Want de overvloed aan het universum die jou kan helpen. Ik weet niet of je in de wet van aantrekking gelooft. Jij bent ook een teken, een sterrenbeeld die enorm gevoelig is. In de zin van dat jij diepe, diepe wijsheden bezit. Alleen, die zul je nooit voelen, ervaren, begrijpen als jij in je ego blijft zitten. In het ego zitten niet deze wijsheden. Jij hebt natuurlijk dingen meegemaakt waardoor je een afweermechanisme hebt opgebouwd, waardoor je je zogenaamd veilig voelt als je het op die manier blijft doen omdat dat bekend is. Maar het is tijd voor jou om uit je comfortzone te gaan. Het is tijd voor jou om de controle los te gaan laten. En om je te gaan focussen op het meer genieten. Op het meer de dingen doen waar jij passie bij voelt. Want passie is ook een mega grote kwaliteit van jou. Alleen die controle, dat ego, die oordelen, waarden, normen, al die hokjes, al die dingen die jij jezelf oplegt, hoe het hoort, hoe het niet hoort, wat juist is, wat. Ga dat eens allemaal loslaten. Ga eens naar jouw innerlijk toe, naar jouw gevoel. Ook al heb je dingen op een bepaalde manier geleerd, of ben je bang voor het oordeel van anderen, vooral ook. Ga eens kijken naar wat voor jou fijn voelt. Als er niemand anders op de wereld zou zijn. Als het helemaal niks uit zou maken wat jij zou kiezen, wat jij zou doen. Wat zou jij dan doen? Het antwoord daarop is wat jij moet doen. Is waar jij jouw aandacht op moet gaan focussen. En dan wordt dit gewoon in je schoot geworpen. Want eigenlijk ben jij degene die het tegenhoudt. En het kan zijn dat je het jezelf niet gunt. Ik denk dat het ook vooral is dat jij iemand bent die heel veel bezig is met anderen. En dat is echt een hardnekkig patroon.
En het is ook natuurlijk heel liefdevol van je dat je er voor anderen wilt zijn, dat je een fijn mens wilt zijn voor anderen. Het jammere is dat dit pas naar jou toe kan komen als jij die zelfliefde eerst echt goed ontwikkelt voor jezelf. Hoe meer je hebt, hoe meer je kan geven. Hoe meer je weggeeft, hoe minder je kunt geven. Besef dat. Ik ga even lezen wat er bij 3 van water voor jou staat. Even kijken, 3 van water. Het is tijd om feest te vieren. Waarschijnlijk staat er een bruiloft aan te komen of bericht over een zwangerschap of een geboorte of een reunie. Ook is het slagen voor een diploma of een promotie te verwachten. Je moet eens wat meer lol maken. Je werkt te hard. Je moet leren je ook te ontspannen. Geef eens een feestje of ga eens met vakantie. Betekenis verder van deze kaart. Gemeenschapsgevoel, gastvrijheid, amusement, geluk, verheugende uitkomst. Ja, het is duidelijk dat jij die controle los moet gaan laten. Dat het nu ook vooral mei, deze maand mei, onthoud dit van deze reading. Ik moet meer lol gaan maken. Ik moet alles niet zo serieus nemen. Wat ik serieus moet nemen is mijn vreugdegevoel. Is het lichte gevoel. Niet altijd dat zware. Dat ik moet dit, ik moet dat, ik moet dit, ik moet dat. En ik moet nog voor dit zorgen en ik moet nog voor dat zorgen. Je hoeft helemaal nergens voor te zorgen. Je moet voor jezelf zorgen. Geloof mij, hoe meer je dat doet, hoe meer je dat toepast, hoe meer je dat durft, hoe meer je dat oefent, hoe meer er wondertjes naar je toe komen. Omdat wij zelf aantrekken via onze vibratie wat we vragen. Als jij wilt blijven zorgen voor iedereen en jezelf op nummer 2 laten staan, dan is dat wat je terugkrijgt. Als jij jezelf op nummer 1 gaat zetten, is dit wat je gaat krijgen. En dan kun je nog veel meer geven, uiteindelijk. Jij moet echt leren om naar jouw gevoel toe te gaan. Jullie zijn hele lastige mensen om te peilen. Ik ken een aantal schorpioenen en ik ben iemand die het heel interessant vindt om iemand te lezen. Om te begrijpen wat er in iemand omgaat. En bij jullie is dat super lastig. En wat ik daarmee wil zeggen is, het is ook voor de mensen om je heen of mensen waar je veel om geeft, is het heel fijn als jij je grenzen aan gaat geven. Als jij jouw emoties toe gaat laten en gaat delen met de mensen om je heen. Als iets niet prettig is, als je ergens bang voor bent, als iets jou onzeker maakt, of als je iets heel graag wilt, deel dat dan. Dat is jouw taak. Jezelf beter leren begrijpen. Je emoties toelaten. Stop het niet meer weg achter dat schild. Dat is wat ik hieruit voel. En er liggen hele mooie dingen voor jou. Maar het is aan jou of jij dat ego die jou bijvoorbeeld zegt, ja, maar als ik dit doe, dan ben ik geen goed mens. Als ik dit doe, dan doe ik het fout. Als ik dit doe, dan faal ik. Als ik dat doe, dat is allemaal ego. En niet de waarheid. Dat is wat jou klein houdt, wat jou in jouw bekende haventje houdt, in je geconditioneerde mind. En het is tijd voor jou om daaruit te stappen. En geloof mij, het is lastig om de controle los te laten. Ik weet het. Maar als je eenmaal echt het besluit neemt van ik ga dit oefenen en ik wil dit meer en meer gaan doen, want ik heb zin in dit, in overvloed, wat ervoor zorgt dat ik geen zorgen meer heb en dat ik meer kan doen van waar ik van geniet en dat ik mensen kan helpen en dat ik whatever, alles wat jij wilt. Dat kan pas als jij de controle los gaat laten en dat betekent dat je eigenlijk heel veel andersom moet gaan doen van wat je tot nu toe gewend bent. En verandering is lastig voor ons mensen, maar dat is ook je uitdaging hier op aarde. Het is de bedoeling dat jouw leven hier steeds fijner en fijner en lichter wordt.
Maar wat we vaak niet weten, is dat dat niet aan de omstandigheden ligt, of ons leven lichter of fijner wordt. Het ligt aan onze mindset, aan onze vibratie. Dat is echt waar. Heel bijzonder. Dus het zit in ons, het ligt aan ons, welke keuzes we maken, of we er klaar voor zijn en jij bent er klaar voor. Geen excuses meer. Jij bent klaar voor een volgende stap in jouw persoonlijke ontwikkeling. Jij bent klaar voor de lichte kant van het leven. Alles wat je hebt meegemaakt, daar heb je van geleerd. Dat moest ook. Anders had je nu niet kunnen zijn waar je bent. Maar het is wel tijd dat je nu in die vreugde gaat stappen. In dat lol maken wat hierbij stond. Die behoefte die je hebt om meer plezier te maken. Jij bent de enige die dat tegenhoudt. En als er een stemmetje is die zegt, ja, dat is wel makkelijk praten, maar ik moet voor die en die en die zorgen en ik kan niet zomaar dingen gaan doen, is niet waar. Tuurlijk heb je verantwoordelijkheden. Maar je hebt ook de kans om momenten te pakken voor jou. Om dingen te doen waar je blij van wordt. Dat is zelfs noodzakelijk dat je dat gaat doen. En wat er dan gebeurt is dat je ook een gelukkiger mens wordt. Je gaat ook meer licht stralen naar de mensen om je heen. Terwijl je eerst bang was om dan egoïstisch te zijn of juist anderen tekort deed door voor jezelf te kiezen, ga je zien dat het andere mensen ook blijer maakt. Wij moeten echt leren als mensen om onszelf op nummer 1 te zetten. Om eerst goed voor onszelf te zorgen. Oké, dit is jouw reading voor mij. Tot de volgende keer.